Anderhalf jaar geleden moesten we door corona allemaal in lockdown. Maar dat is niets in vergelijking met wat de jongeren in het boek Lockdown allemaal meemaken. Iemand is uit op wraak, maar wie en waarom? Het boek Lockdown van Maren Stoffels is een spannend jeugdboek over drie vrienden: Lotus, Nova en Vin. Ze huren een boerderij ergens in een bos in Duitsland, waar geen internet is. Met hun zelfverzonnen lockdown willen ze zich goed concentreren om te studeren voor de examens. Maar dan merken ze dat iemand hun in het oog houdt. Iemand die al hun geheimen kent. Die persoon brengt de studenten in gevaar. Van studeren voor de examens komt niets meer in huis. Wie is die persoon? Waarom wil die wraak? Komen Lotus, Nova en Vinne te weten? En geraken ze allemaal terug veilig thuis? Lees het fantastische boek Lockdown van Maren Stoffels en kom het allemaal te weten. Ik vond Lockdown een tof en spannend boek. Het is een bloedstollend verhaal waardoor ik echt zin had om verder te lezen. Na Escape Room is dit het tweede boek dat ik van Maren Stoffels gelezen heb. De auteur schrijft op een vlotte, boeiende en spannende manier, waardoor je tot het einde echt op het puntje van je stoel zit.